De Civil Aviation Safety Authority CASAS is bezig met het uitzetten van een plan om de standaarden op de Johan Adolf Bengel luchthaven te verhogen. Dit vertelde minister Uraiki Tramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, gisteren op de laatst gehouden persconferentie van de regeringsraad. De bewindsman zei dat recentelijk is gebleken dat Suriname laag heeft gescoord in Latijns-Amerika wat betreft burgerluchtvaart. Dat het hoog noodzakelijk is om voorzieningen te treffen ter verbetering van de Effective Implementation Score en de International Civil Aviation Organization standaarden. En daarvoor staat ICAO. Door de CASAS is er reeds een plan uitgezet om de Effective Implementation Score en de ICAO standaarden op kort, middellang en lang termijn dan aan te pakken. Er moet een up-to-date standaard zijn voor bij de eerstvolgende audit op het gebied van burgerluchtvaart. Ik heb het dan over het installeren van onze NAV-SEC, NAVSEC-commissie, het wijzigen van de wet veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart, welke een noodzaak is. De minister geeft aan dat er ook aanpassingen moeten komen in de wetgeving over de luchtvaart. Ook moet er gewerkt worden aan de capaciteitsversterking op de luchthaven.